je kijkt, mijn naam is Annikus en vandaag ga ik verder met mijn 1,5 meter aquarium. Ik heb hem ondertussen een aantal maandjes, er is heel veel gebeurd. Ik heb de aquascaping helemaal weer aangepakt. En daarbij is het een beetje veranderd hier in huis in een kleine jungle. Jullie hebben al het een en ander gezien in mijn vorige vlogs misschien, maar dit is wel echt super gaaf wat ik nou heb gedaan. Of eigenlijk heb ik zelf niet heel veel gedaan. Ik heb het alleen geverfd. Maar iemand heeft voor mij een tafel gemaakt die precies boven mijn aquarium past. Dus dan kon ik mooi mijn plantjes erop zetten, omdat ik daar heel veel gedoe altijd mee heb dat het doodgaat. In de hoop dat het nou beter gaat. Kijk, want er staat nou een stukje van het raam af. Hij staat nou niet helemaal vol voor de verwarming. Dat had ik voorheen met mijn planten. Daardoor ging het blijkbaar allemaal dood. Nu heb ik dus serieus, voor zolang het duurt, nieuwe bladeren er allemaal in. Deze laat alle bladeren vallen, maar de bloemen doen het wel steeds. Heel gek. Deze plant die doet het echt super goed qua nieuwe bladeren. Kijk, dit is ook allemaal weer nieuw blad. Maar er zit een soort bladluis op. Het is geen bladluis, het heet anders. Daar heb ik spul voor, die heb ik nou behandeld. Het is niet besmettelijk, dus ook al zet ik die ernaast, dan gebeurt er helemaal niks. Maar ik wil eerst die plant helemaal weer goed hebben, zeg maar, voordat ik dit allemaal leuk neerzet. En misschien wordt dit nog een beetje aangepast, maar dat zien jullie dan weer in andere vlogs. Ik heb dit ding opgehaald. Het is een waternevelaar, omdat ik elke keer last heb van keelontsteking. En ik denk, misschien komt dat door droge lucht en helpt dat erbij. Nou ja, je hoort het al. Mijn stem is weer een beetje verrot. Mochten jullie zin hebben in deze vlog, vergeet dan niet de duimpjes omhoog te doen en te abonneren hier beneden. Ik moet mijn aquarium wel helemaal schoonmaken, maar dat wou ik in deze vlog doen. Dan laat ik jullie zien hoe ik dat doe. Maar ik wil jullie wel laten zien hoe het nu is. Dit was het trouwens, deze foto. Zo was mijn aquarium. Beetje karig met allemaal lage plantjes. Maar nu is het zo. Ik heb best wel wat visjes extra er al in. Er zijn er helaas een paar dood. Want die blauwe wat je daar onderin ziet, die had een oranje maat. Die is pas doodgegaan, die was ziek. En ik had voor Cecilia een maatje. Dat was een van mijn eerste visjes daarbovenin. Ik weet niet of je goed kan zien daar. Zo'n antennebaasje. En die had een maatje at en die is op dodenherdenking, heeft hij het loodje het gelegd. Dus dat is wel jammer. Voordat ik jullie de visjes wat beter laat zien, maak ik eerst alles even schoon. Want het glas is zo gooi, je kunt er amper wat van zien zo. Dan wordt het een stuk duidelijker van. Wat je nodig bent om zo'n gigantische bak helemaal in orde te maken, is een speciale schaar. Een mega lange pincet. Sponsje, handdoeken kan handig zijn. En een slang. Ongeveer zo dik, maar dat maakt niet heel veel uit. Het is nou wel een dingetje, want ik heb hier niet zo gek veel ruimte meer. Dus dat wordt wel lastig met erbij komen. Ik ben trouwens ook een emmer nodig. Dan kun je de troep mooi ingooien. En ik moet uitkijken voor mijn belzalmen. Dat zijn die visjes wat ik in het begin heb gehad. Dat laat ik jullie zo beter zien. Want die kunnen eruit springen. Zo, dan knip ik alle donkere blad er allemaal af. Zo dicht mogelijk aan de onderkant. Dat drijven we zelf wel omhoog. De vissen zijn nieuwsgierig, maar Truus ook. Hi meisje. Wat is dat? Oh ja, kusjes. Nou, dat hoeft niet. Nou, vrouw je niet elke keer kusjes te geven. Ga maar eventjes aan de kant, schat. Truus wil altijd aandacht op verkeerde momenten, hè? Vrouwtje is nou even met de visjes bezig. Straks ben jij weer aan de beurt. En met die pincetten kun je ook makkelijker de plantjes er helemaal uithalen. Ik moet even het groen aan de kanten doen, anders zit mijn hand eronder. Kijk, dit wordt niet meer wat. Die kan eruit. Ik haal even het groene spul wat je hier allemaal ziet er even uit. Want bij alles wat ik eruit haal, dan heb ik, kijk, hele handen eronder. Dat is niet echt wat. De meeste groene spul heb ik eruit gehaald. Er zit her en her nog wel wat in, maar ik hoef niet alles eruit te halen. Het gaat om dat je, kijk, bij alle dode planten bij kan en dat je dat makkelijker eruit kunt halen. Want anders dan heb je weer alles aan je armen zitten. Ik ga nou gauw verder, want ik heb nog behoorlijk wat werk te doen. Ik haal even alle oranje stenen eruit. Dus
Zodat ik straks de bodem beter schoon kan maken, ga ik de steentjes even schoonmaken. En ook die grijze stenen haal ik eruit, want die zitten helemaal onder de alg. Kijk, hier kun je ze heel goed zien. Het is bijna zwart af. Er zitten ook allemaal slakjes op. En die slakjes wil ik niet in mijn aquarium, want dan krijg ik een plaag in mijn aquarium. En zie ze er dan maar eens weer uit te halen. Dus probeer nou al zo snel mogelijk alles eruit te halen. Het moet altijd eerst erger worden voordat het beter wordt, zeggen ze. Nou, dan lijkt het nou wel op jou. Er gaat echt heel veel viezigheid tussen zitten, dus het is wel belangrijk dat je dat goed schoonmaakt. Want in mijn vorige aquariumscaping had ik bodemrot. En dat wil je niet, want dan kunnen je vissen ook dood aan gaan. Dat kwam omdat ik een voedingsbodem erin had. En dat was een beetje een stomme set. Maar ja, van de winkel probeerden ze wat te verkopen natuurlijk. Net zoals dit. Ik heb hier een steen. Hier had ik allemaal mos op geplakt. Met van dat speciale aquariumlijm. Zei ze, ah, dat gaat wel goed. Ging goed, een weekje of zo. En daarna ging het steeds meer naar boven drijven. En is het uiteindelijk gewoon dit geworden. Gewoon eigenlijk weer een kale steen. Dus dat is niet handig om dat op die manier te doen. Naar mijn mening. Ik had voorheen ook drijvende stenen. En ook dat zag er eerst heel leuk uit. Maar dat zonk ook naar de bodem uiteindelijk. Dus die heb ik ook maar weggedaan. Zo leer je overal weer wat van. Nu pas, nu ik alles eruit heb, zie ik echt pas hoe goor het is. Alles komt bovendrijven. Het was echt hard nodig. Pomp gaat gelijk los. Dat is trouwens een tip voor jullie. Als je de pomp elke keer naar beneden hebt drijven, doe er dan even een steen onder. Dan heb je dat niet meer. Want ik had dat voorheen ook. Dat elke keer de pomp onder in de bodem lag. En dat hij de steentjes opzoog. Maar ja, dat heb je dan geen last meer van. Zo, dat was alles. Als je de pomp eruit had en schoonmaakt, dan kun je er het beste een netje normaal gesproken onder doen. Als je je aquarium redelijk schoon hebt. Zodra je de pomp uitzet, laat die alle smerigheid los. En dan komt dat weer in je aquarium. Als je er een netje onder doet, dan komt alles in je netje natuurlijk. Maar voor nu maakt het niet uit, want de hele bak is vies. Hou er wel rekening mee dat je dus eerst de pomp uit moet zetten en dan uit het water halen, want anders gaat je pomp kapot. Dit geldt ook voor de heaters. Niet gewoon uit water halen en dan uitzetten. Eerst uitzetten. En als je je heaters eruit haalt, niet te lang eruit halen, want dan koelt het water natuurlijk weer af. Gaat niet in één klap natuurlijk dat het met een minuutje of zo alweer afgekoeld is, maar het moet niet te lang eruit blijven. Wat ik nou ga doen is even vlug alles nevelen, dat het meeste rotzooi eruit is. En hoe je dat doet, je pakt de slang, je doet één kant in het water, naar de bodem. En nou moet je hier aan zuigen, niet te hard, want dan haalt het vieze water in je mond en dan loopt dat hierin. En dat is niet de bedoeling dat je veel water eruit haalt, maar je moet dan met die slang zo over de bodem. En als het goed is, zien jullie nou in die slang allemaal viezigheid. Daarom moet je ook dus eerst alle grote stukken eruit halen, anders ga ik de slang verstopt. Dat gebeurt nu ook al een beetje. Wat je ook nog kunt doen als je te veel water in de emmer straks hebt, want dan moet je wel rekening mee houden dat het wel behoorlijk hard gaat, dat je niet de emmer overstroomt. Maar je kunt dan ook nog straks met een zeefje even de meeste zooi eruit halen en het water weer teruggooien. Want een beetje schoon water is wel goed, maar helemaal schoon water is ook weer niet goed. En als je dit een beetje bijhoudt, dan hoef je dat niet zoals mij nu helemaal grondig te doen. Nou gaat er wel even wat meer werk in zitten dan normaal. En als je klaar bent met nevelen en het meeste, dan ziet je bak er toch al wel redelijk uit. En dit is het nou. Je kijkt er al een stuk schoner op. Ik ga nou de heaters eruit halen, de zijkanten allemaal schoonmaken. Kijken of nevelen voor de tweede keer nog nodig is. En dan ga ik dat er allemaal weer in plaatsen.
Ook de pomp en alles nog even schoonmaken natuurlijk. En dan is hij weer klaar. Het wilde bijna niet vanaf. Ik heb in deze blauwe emmer schoon water in zitten, maar omdat ik dit hier niet in kan kiepen, omdat dit te smal is, heb ik een kleine kannetje. En zo kan ik dat dan erin doen. Hou je hand er wel eventjes onder als je het water erin giet, want anders komt dat op de bodem gelijk en dan gaat het alle kanten uit. Het is wel even een gesmeer, maar uiteindelijk dan heb je er weer heel veel plezier van. En ik vind het niet eens vervelend om te doen dit soort werken, anders moet je er ook niet aan beginnen natuurlijk aan een aquarium. Want dit moet je gewoon normaal bijhouden. De pomp zou ik jullie even laten zien hoe je die schoonmaakt. Ik heb hier een emmertje met schoon water. Dit kun je van elkaar afklikken. Dan leg je dit gedeelte even aan de zijkant neer. Dit sponsje kun je eruit halen. Dat is ook helemaal smerig. Dit kun je dus even nog wat water inhalen. Even goed schoonmaken. Hier zit kool in. Want dat is zwarte kool. Ik laat het jullie even zien. Kijk. Dat moet je eens in de zoveel tijd vervangen. Maar volgens mij één keer in de maand, zeggen ze. Maar dat vind ik niet helemaal nodig hebben. Zolang het nog goed schoonmaakt, dan is het goed. Dus die moet je dicht houden. En dan kun je gewoon dit uitknijpen, schoonmaken en dan zie je pas hoe vies alles is. Nou en als je hem dan helemaal goed schoon hebt gemaakt. Normaal doe je dat onder de kraan. Ik spoel hem nog even onder de kraan af. Kun je hem hier weer in doen. Kun je hem weer dichtklikken en dan kun je hem er weer in doen. En als hij goed onder water zit, met dit tutje, dan kun je hem weer aanzetten. Het aquarium is zo goed als klaar. Ik hoef alleen het groene spul nog bovenin te doen. En dan kan hij ermee door. En dan film ik morgen wel eventjes als alle mist te haakjes is weggetrokken. Nou film ik het even weer, zodat je het helemaal mooi helder kunt zien. Want het is nou nog een beetje troebel. Die pomp moet nog even flink zijn best doen. Dus ik doe eerst dit spul nog even erop. Ik heb hier ook nog ander groen spul tussen zitten. Ik moet nog even uitzoeken trouwens. Dat wordt een beetje lastig. Ik heb nog even een zwarte achtergrond achter het aquarium gemaakt. Dus nu lijkt het nog wat netter. Ik heb het aquarium aan de buitenkant goed schoongemaakt. En dan wil ik jullie nou het eindresultaat laten zien. Maar voordat ik dat doe, vergeet niet te abonneren hier beneden. En de duimpjes omhoog te doen. Dat zou ik waarderen. Allemaal tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.